Welkom allemaal bij dit webinar organiseren van het verbeterproces. Mijn naam is Bart Bolwijn, business consultant bij Infoland en ik ben vandaag uw host. De presentatie zal zo dadelijk verzorgd worden door Frank Hendricks, programmaleider strategische vernieuwing bij Archipel Zorggroep. Voordat hij hiermee start wil ik graag een aantal spelregels met u afstemmen. Iedereen is gemute, zodat we geen storende geluiden zullen horen tijdens dit webinar. Het webinar zal opgenomen worden en ook later beschikbaar worden gesteld. Frank Hendricks zal zo dadelijk de presentatie verzorgen. Hij zal ongeveer 20 minuten aan het woord zijn en ook daarna een korte demo geven. Tijdens de presentatie kunt u via vragen en antwoorden vragen stellen. Als u dat doet, vermeld u dan alsjeblieft uw naam en uw organisatie daarbij. Uw vragen worden zichtbaar onder het kopje Mijn vraag. En alle antwoorden worden zichtbaar onder het kopje Aanbevolen. Als u nu alle vragen en antwoorden ook zou willen volgen tijdens het webinar, dan kunt u dus onder dit kopje Aanbevolen dat terugzien. Er zijn twee deskundigen op de achtergrond die zullen een aantal van deze vragen al beantwoorden tijdens het webinar. En ik zal er een aantal uitpikken en die aan het einde van het webinar aan Frank voorleggen. Het doel van dit webinar is het delen van kennis en ervaringen. Het is een samenwerkingsverband tussen Infoland en de community van Infoland. En op de openbare community worden door klanten van Infoland ervaringen uitgewisseld en deelt Infoland allerlei ontwikkelingen, trainingen, artikelen en zo verder. Het is een zeer mooie omgeving waar u kennis kan opdoen. Dit is de vierde van inmiddels 9 geplande webinars die de komende maanden te volgen zijn. Het vorige webinar ging over het organiseren van medische hulpmiddelen en materialen in een ziekenhuis. Ook deze is terug te zien op de community. Op onze Infoland website kunt u bij evenementen alle webinars vinden en u eventueel inschrijven. Graag wijs ik u alvast op de eerstkomende webinar op dinsdag 20 oktober. Die zal gaan over de vraag hoe interactieve documenten kunnen helpen bij het ondersteunen van zelfstandige teams. Ook een heel interessant onderwerp. Dit webinar zal gaan over het organiseren van het verbeterproces. Infoland hanteert de visie dat naast het borgen en toegankelijk maken van hetgeen goed is, het belangrijk is om te leren en te komen tot aantoonbare verbetering. Zoals gezegd, kom ik aan het einde van het webinar graag bij u terug met een aantal van uw interessante vragen. Voor nu geef ik het woord aan onze deskundige voor vandaag van dit webinar, Frank Hendricks. Dank u wel, Bart. Bedankt voor ook deze mogelijkheid om de ervaringen van Archipel met betrekking tot het leer-verbeterproces van Archipel in combinatie en ondersteuning van Infoland te delen met iedereen. Het is een ervaring die wij hebben en inmiddels zijn we daar 2 jaar mee bezig. En inmiddels kunnen we ook wel zover dat onze ervaringen gedeeld kunnen worden. Maar voor ik begin met naar de inhoud te gaan, zal ik eerst vertellen wie ik ben. Zoals Bart al zei, Frank Hendricks. Programmaleider strategische vernieuwing bij Archipel. En dat betekent zoiets als dat ik een van de onderdelen van de strategie van Archipel vertaal naar de praktijk. En in mijn geval is dat het strategisch thema dichtbij en in verbinding. En dat betekent dat Archipel zich de komende jaren steeds meer zal gaan richten op het verlenen van hulp, zorg, et cetera, in de wijken en de buurten, dicht bij de mensen, om zodoende de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Maar dat is niet per se waarom ik nu hier zit, want een ander deel van mijn functie is dat ik ook karttrekker ben van ons kwaliteitssysteem, het Kompas, waar ik zo meteen eens meer over ga vertellen. En waar ik de afgelopen 2 jaar mee ontwikkeld heb. Voor degenen die Archipel niet kennen, Archipel is een ouderenzorgorganisatie in Eindhoven en omstreken. Ongeveer 2000 cliënten.
En 13 locaties verdeeld over verschillende wijken in Eindhoven, maar ook in Best, Zonnebreugel, Nuenen en in Oerlen. Dan is het nu tijd om naar de inhoud te gaan. Dan naar de volgende dia. Het heet het kwaliteitskompas. En bij Archipel hebben wij inmiddels dus de afgelopen 2 jaar een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. En we hadden net als alle andere organisaties bestaande kwaliteitssystemen. Wij maakten bijvoorbeeld gebruik de afgelopen jaren van Prezo. En ten behoeve van Prezo maakten wij keurig elk jaar verbeter- en borgingsplannen. Die werden dan door teambeleid goed ondersteund en door managers en teamleiders mee inhoud gegeven. En dan geïmplementeerd op de afdelingen, zoals het vaak bij organisaties gaat. Hè. Door het middel van de hark gaat dan mooi naar beneden en dan wordt het op de werkvloer geïmplementeerd. Nu hadden we bij Archipel de afgelopen 6-7 jaar zijn we inmiddels bezig om de organisatie zo plat mogelijk te maken. Oftewel zo Rijnlands mogelijk. En dat betekent dat we het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de cliënt willen leggen. Want we zijn ervan overtuigd dat als we de cliënt zo maximaal mogelijk in regie willen brengen over zijn eigen leven, we ook degene die het dichtst bij hem staat, dus de medewerker die de zorg verleent, ook zoveel mogelijk eigenaarschap moeten geven. En daartoe hebben we de afgelopen jaren de hele organisatie veranderd. Dat is een grote reorganisatie geweest. En dat betekent dat eigenlijk de bekende hark of de bekende lagen in de organisatie verdwenen zijn. En dat betekent dat we nu alleen maar cliënten hebben met daarom teams die zelf binnen een bepaald afgesproken speelveld hun zorg verlenen, zorg en behandeling verlenen en verantwoording afleggen aan de cliënt en uiteindelijk aan de raad van bestuur. Dat is op dit moment hoe Archipel georganiseerd is. Maar we merkten in die weg daar naartoe dat het hebben van een bestaand kwaliteitssysteem zoals Prezo begon te schuren bij de praktijk. De bestaande verbeter- en borgingsplannen die werden niet goed herkend door de teams. Het waren hoog overplannen. En de teams waren veel meer bezig met het verbeteren van de dagelijkse praktijk. In het hier en nu. De directe verbetering voor de cliënt. Dat kwam niet goed terug in de Prezo-plannen. Nou, ongeveer gelijktijdig kwam de oproep van de staatssecretaris Van Rijn. Vanuit het programma Waardigheid en Trots. Aan verpleeghuizen om zich aan te melden. En mee te denken over nieuwe mogelijkheden binnen de verpleeghuiszorg. En we hebben ons aangemeld voor een aantal onderwerpen, waaronder dus ons kwaliteitssysteem. En daar hebben we voor uitgenodigd, samen met een aantal andere organisaties, hebben we toen de kans gehad om gedurende 2 jaar een eigen systeem te ontwikkelen. Dat betekent ook dat we een aantal dingen niet hoefden. Basisindicatoren invullen, cliëntenvredenheidsonderzoeken, hoefden we even niet. Dat gaf ons de ruimte en de tijd om te komen tot waar we nu zijn. En dat is dus uiteindelijk het kwaliteitssysteem Kompas geworden, waarover later meer. En toen we dat eenmaal hadden, gingen we op zoek naar een digitale ondersteuning. Digitale ondersteuning, omdat we toen we net begonnen, knoopten we eigenlijk alle onderdelen die we deden, cliëntenvredenheidsonderzoeken, verbeterplannen maken, etc. Knoopten we aan elkaar met losse websites, een verbetermeter, een Excel-bestand. Best goed bedacht, maar je zult het begrijpen ook tijdsrovend, arbeidsintensief en foutgevoelig. Dus 2,5 jaar geleden, zijn we toen op zoek gegaan naar een digitale ondersteuning. En wat wilden wij? We hadden eigenlijk een aantal doelen. We wilden sowieso dat het digitaal geregeld werd. Het moest gemakkelijk zijn, eigenlijk voor iedereen. Niet ingewikkeld, geen moeilijke applicaties. Het moest passen bij de dagelijkse praktijk. En het moest vooral ondersteunend zijn. Ondersteunend aan het werk van de medewerker in zijn dagelijkse praktijk op de vloer. Waar we uiteindelijk een traject doorlopen, een programma van eisen natuurlijk opgesteld, waar die vervolgens aan de doelstelling ook in kwam. En we hebben een aantal leveranciers ook uitgenodigd. En die hebben we met een grote groep medewerkers van Archipel, dus echt een dwarsdoorsnede van de organisatie. Dus van medewerkers die daar zelf mee aan de slag gaan, het werkvloer tot de beleidsmedewerkers. We aan tafel gezeten en we verschillende leveranciers voorbij zien komen. En uiteindelijk hebben wij gekozen voor Infoland. En waarom voor Infoland? Dat had te maken dat wij een aantal applicaties van Infoland al gebruikten. Bijvoorbeeld e-task gebruikten we al voor de NIC-meldingen. En een andere voor bepaalde formulieren van HR in te vullen. Dus het was een systeem wat redelijk bekend was binnen Archipel. Nog niet voor ons kwaliteitsproces of leren- of verbeterproces.
En dat hebben we ook gedaan. We hebben de afgelopen 2 jaar bijna maandelijks met de consultant gebouwd aan een aanpassing van het systeem, zodat het past bij het kwaliteitskompas zoals wij het nu hebben. En dat hebben we ook steeds weer voorgelegd aan de klankbordgroep van Archipel, om het steeds meer, de bekende confectie, tot maatwerk te verheffen. En dat is ook gelukt. En dat is uiteindelijk tot hier gekomen. Dit is het niet van Infoland, dit is natuurlijk het kwaliteitskompas van Archipel. Ik zal niet al te lang bij stilstaan, want niet elke organisatie herkent zich hierin. Maar voor, ik zal heel kort zijn, in Nederland hebben we het landelijke kader van pleeghuiszorg. En daar is dan eigenlijk beschreven waar je in een verpleeghuis aan moet voldoen. Dus waar je recht op hebt als je er zorg nodig hebt en als je er werkt, wat moet je aan, welke doelen moet je behalen. En voor de kenner hebben we 3 grote inhoudelijke hoofdstukken bij het kwaliteitskader. En dat is veiligheid, wonen en welzijn en persoonsgerichte zorg. En die ziet u hier terug in het midden. De cliënt staat in het midden, die is in deze regie, die staat centraal. En wij hebben iets andere termen, omdat ons kompas net iets eerder ontwikkeld was dan het kwaliteitskader. Maar het is bijna 1-op-1 te vertalen. Zoals u ziet, welbevinden is persoonsgerichte zorg. Woon-leefplezier is wonen en welzijn. En veiligheid is basisveiligheid. En ons kompas draait dus alle kanten op en draait altijd om de cliënt heen. En als u aan de buitenkant ziet, ziet u nog een ring met randvoorwaardelijke thema's die ook in de kwaliteitskader terug te vinden zijn. En dat betekent dat je als organisatie de buitenste ring als het ware op orde moet hebben. Dat draagt allemaal bij ten behoeve van de doelen die je wilt bereiken voor de cliënt. Dus je leeft hem ook van buiten naar binnen. En onze medewerkers vullen deze doen natuurlijk in overleg met hun cliënten, mantelzorgers en het team dat eromheen zit. Ik kom zo meteen nog even terug op de kwaliteitsziektes van Archipel, maar ik wil laten nu even zien welke onderdelen van die Prova wij daarvoor gebruiken. En dat is eigenlijk heel simpel, we gebruiken 2 onderdelen, de e-task en de e-check. De e-task doen we voor het maken van de verbeterplannen en de e-check voor bijvoorbeeld vragenlijsten. Ik kan je voorstellen dat wij cliëntentevredenheid onderzoeken, stellen we een vragenlijst voorop in e-check en die sturen we dan naar onze respondenten, onze klanten. Hoe ziet nou de cyclus van Archipel eruit die door de applicatie van Infoland ondersteund wordt? We hebben, het jaar is natuurlijk een verdeeld 12 maanden. En die hebben wij ook zo ingedeeld in onze kwaliteitscyclus. En dat betekent dat wij de 3 reisdoelen die u zojuist zag, 3 keer per jaar laten starten. En dat is natuurlijk een beetje gekunsteld, omdat de 3 reisdoelen, als het goed is, elke dag aanwezig zijn. Maar vanuit Archipel zetten wij 1 keer per jaar op elk reisdoel 4 maanden lang de spotlight erop. Dus wij vragen elk team om in maand 1, 5 en in maand 9 informatie te gaan verzamelen rondom 1 thema, 1 reisdoel. Zoals in januari ziet u 1, 5 en 9, dus januari, mei en september. In januari starten wij met persoonsgerichte zorg, oftewel welbevinden. Dan gaan we informatie in de eerste maand informatie verzamelen. Daar helpen we de teams bij, dus het systeem van Infoland helpt hier ook de teams bij. Wij voeren kwaliteitsgesprekken, dus teams gaan bij elkaar op bezoek op basis van een inhoudelijk thema passend bij het reisdoel en gaan met elkaar erover in gesprek. En er komt ook een rapportje uit. Er wordt een tevredenheidsenquête gestuurd naar cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers. En er wordt natuurlijk altijd gebruik gemaakt van overige-info. En overige-info is heel breed, dat is bijvoorbeeld zorgkaartnederland.nl. Maar het kan ook zijn dat je net in die maand een gesprek hebt met familie. Dat je dan wat extra aandacht aan geeft, of dat je het in je teambespreking op tafel legt en daar een stand van zaken met elkaar bespreekt. Maar zo kan er ook bijvoorbeeld een keer een inspectiebezoek zijn geweest waar een rapport uit komt, dat is ook overige-info. En dat is echt de eerste maand. En dan vervolgens heeft een team 3 maanden de tijd om met al die informatie aan de slag te gaan en dan te komen tot een verbeterd plan. En de afspraak is ook dat elk team, elk reisdoel 1 plan indient. En dat kan heel klein zijn, tot heel groot. Die verantwoordelijkheid en eigenaarschap ligt ook bij het team. Zometeen ga ik nog het laten zien natuurlijk in de praktijk, dus dan komen deze termen nog terug. Onthoud deze termen even. Dus we hebben een kwaliteitsgesprek, een tevredenheidsenquête en verbeterplannen. En de start van alles, het centrale punt waar de teams mee aan de gang gaan, is het teamportaal. En dat is het portaal van Iprova, waar vanuit daar de cyclus gestart kan worden.
We hebben hier de maanden 1, 5 en 9. Maar we hebben ook nog andere maanden natuurlijk, die zitten tussendoor. Schematisch ziet het er dan zo uit, het is natuurlijk heel veel tekst wat u hier ziet. Maar het komt er eigenlijk op neer dat wij 3 keer per jaar een reisdoel starten. In de eerste maand is de kwaliteitsgesprekken en het ophalen van cliënttevredenheid en eventueel andere informatie. Dan gaat team 3 maanden aan de slag met de informatie die ze gekregen hebben om te komen tot een verbeterplan. Ze maken een verbeterplan. Dat verbeterplan wordt dan weer uitgevoerd natuurlijk. En uiteindelijk na een jaar kijken we weer terug. En dan vragen we ook aan de teams, kijk nou eens terug naar het afgelopen jaar. Wat is er terechtgekomen van het verbeterplan? Wat heeft de cliënt letterlijk opgeleverd? En dan gaan we weer opnieuw beginnen met dat reisdoel op dat moment. En dat doen we 3 keer per jaar. En dat is, zoals ik al zei, het is ook schematisch. In de praktijk kan dat natuurlijk veel vloeibaarder zijn. Want je kunt je voorstellen dat een team misschien wel in maart een heel mooi plan heeft op basis van informatie die op dat moment beschikbaar is voor woon-leefplezier. Dan kunnen ze dat natuurlijk gewoon in het systeem ook invoeren. Het systeem staat dag en nacht open, 24 uur per dag. En wij zetten alleen vanuit de ondersteuning zetten wij 3 keer per jaar een extra schijnwerper op een reisdoel en zetten we een cyclus, laten we even doordraaien. Dan is het denk ik goed om het verhaal te vervolgen, maar dan pak ik gewoon de praktijk erbij. Dan gaan we gewoon live naar het systeem, dus gaan we gewoon in het systeem van Improva, van Archipel. En dan ga ik die stappen van het kwaliteitsgesprek, de enquête, de verbeterplannen ga ik gewoon laten zien. Dat maakt veel meer duidelijk. Dan ga ik er even naartoe. En dan ziet u hier het zogenaamde teamportaal. Voor degene die Improva misschien al gebruikt, een heel bekend portaal. Toen wij starten met kwaliteitskompas, of in ieder geval met het ondersteunen van door Improva van het kwaliteitskompas, hadden wij 1 portaal. Een Archipel portaal, Archidoc, ons documentbeheersysteem, dat starten we altijd. Dus elk portaal was voor iedereen exact hetzelfde. Nou, wat we hebben gedaan, laat ik meteen even hier zien links, is dat we voor elk team wat we hebben, dat zijn natuurlijk best veel, een eigen portaal hebben gemaakt. Dus je ziet hier een algemeen portaal wat we eerst hadden. En vervolgens hebben wij per locatie, per team, allemaal een eigen portaal. Die zien er zo goed als identiek uit, op dit moment nog. Maar elk team heeft de mogelijkheid om zijn portaal ook aan te passen. Kijk, nu hebben wij algemeen, dat is natuurlijk heel logisch hier, de coronaprotocollen neergezet. En die zijn voor alle teams hetzelfde. Maar je kunt je gewoon voorstellen dat teams hier favorieten neer kunnen zetten. Zodat ze dat hele portaal aan kunnen passen voor zichzelf. Elk team heeft aan de rechtse kant een mooie informatiebalk staan. En daar staat een aantal vaste documenten en een aantal links naar rapporten. En ik ga ze niet allemaal opklikken, want dat vraagt te veel. Maar elk team, als ze het even niet meer weten, kunnen ze terug naar het basisdocument, het kwaliteitskompas, het systeem van Archipel. Om dan ook te lezen, hoe was het ook alweer? Waarom doen we dit? Hoe doen we dit? Er staat alles in. Hoeven ze niet verder te zoeken, kunnen ze rechtstreeks van hun portaal naartoe. En dat hebben we dan vertaald in een hele simpele werkinstructie, met wat printscreens daarbij, zodat ze nogmaals kunnen kijken, hoe doen we dat ook alweer? Wat hebben we afgesproken? En dan komen we bij de kwaliteitsgesprekken. Wat ik net zei, in de eerste maand van de 4 maanden, dus de informatiemaand, zeg januari, krijgt de aandachtsveld kwaliteit. Dat is een teamlid van een team, er zijn er meestal 2 of 3, die een extra krachttrekkersrol hebben binnen het team voor het kwaliteitskompas, het kwaliteitssysteem. Die krijgen vanuit het systeem automatisch, door middel van een link, en dat zijn aan de achterkant zitten dan taakschema's, dat laat ik u zo zien. En dan krijgen ze een uitnodiging om een gesprek te gaan voeren, een kwaliteitsgesprek, bij een buurman. En dat is niet zomaar een buurman, dat is van tevoren helemaal ingeregeld, dus ze krijgen precies te weten bij wie ze een gesprek moeten gaan voeren. Dan hebben ze een maand de tijd om een gesprek te plannen met de aandachtsvelder van de buren, om met hun een kwaliteitsgesprek te voeren over het thema wat van tevoren vanuit de veiligheids- en kwaliteitscommissies bepaald is. Bijvoorbeeld bij het onderdeel welbevinden, oftewel persoonsgerichte zorg en ondersteuning, hadden wij afgelopen jaar een kwaliteitsgesprek over het zorgleefplan. Zoals omdat het bij persoonsgerichte zorg hoort, het vastleggen, het maken afspraken, methodisch werken.
We noemen het expres kwaliteitsgesprek overigens, omdat het verschil met een audit, het lijkt natuurlijk op een audit, vinden wij dat bij een audit worden er heel veel dingen getoetst en opgehaald. En bij een kwaliteitsgesprek vindt er heel veel interactie plaats. Zodat je dus tijdens het gesprek al aan het leren bent. Dat is een vast onderdeel van ons leren en verbetercyclus, dat je tijdens die gesprekken al informatie haalt en brengt. Wat je ook weer kunt gebruiken voor je eigen verbeterplannen. Dan zei ik net dat we die kwaliteitsgesprekken doen op basis van taakschema's. Dat is eigenlijk een handig trucje. Onze applicatiebeheer vult het allemaal in. Maar dus, moet je wel even openen. Ja, daar komt hij. We gaan niet al te ver op in, maar dit is bijvoorbeeld van een taakschema. Wij maken de inhoud wordt aangeleverd door onze kwaliteits- en veiligheidscommissies. Bijvoorbeeld hier is een kwaliteitsgesprek medicatie, wat we vorig jaar hadden gedaan bij veiligheid. De medicatiebeleidscommissie levert de vragen aan. Onze applicatiebeheer maakt een mooie vragenlijst. En die zet de vragenlijst, koppelt die aan een taakschema. Zodat je precies kunt zien, dit is de uitnodiging die getypt is. Dus degene de aandacht spel of kwaliteit krijgt deze uitnodiging. Die ziet voor welk onderdeel die een gesprek moet voeren. Dus hij weet precies bij welke afdeling die moet zijn om een planning te maken. En hij ziet ook, ben ik dan als coördinator. En hij ziet dat hij dus degene is, samen met een van zijn collega's. Dit zijn dan de groepen van een aantal medewerkers. Dat zij die moeten gaan doen. We kunnen instellen dat je het maandelijks doet, maar deze is zo ingesteld dat je bij wijze van spreken maandelijks kunt voeren, maar elke eerste dag van de maand, maar na één taak stopt hij al. Dus dan ziet u wel, dus op 1 mei is die gestart en op 1 mei is die ook weer meteen gestopt. En het team kan op basis hiervan hun vragenlijst invullen. En de ingevulde vragenlijst, dan gaan we weer terug naar, altijd terug naar home. Altijd terug naar het begin van de portaal. En op het moment dat het gesprek gevoerd is tussen de twee medewerkers en de medewerker drukt op opslaan, staat het gesprek meteen ook weer klaar in het systeem. Even inlaaien natuurlijk. Zoals je hier kunt zien, en we hebben gekozen voor maximale transparantie om ook met en van elkaar te leren. Dus elk team kan elk rapport van elk team ook inzien. En dat kan soms leiden tot inspiratie. Of op een locatie voor een gesprek, dat je elkaar daarop bevraagt. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van zo'n vragenlijst, kwaliteitsgesprek. Rondom krijg je zo'n uitleg over waarom we dit doen. En dan is het voor Linderhof, in dit geval, een aantal inhoudelijke vragen. Dit was zorgleefplan, overigens. En dan hebben we op basis van indicatoren hebben vragen gesteld. En dan vragen we gewoon, kijk eens of dat klopt. Kun je het ook vinden in het dossier, hebben we het erover. Heb je nog opmerkingen? Zie je ook nog, bijvoorbeeld hier opmerkingen, evaluatiedatum staat wel overal hetzelfde. Dus onduidelijk of er iets mee gedaan is. Dat wordt niet altijd goed via de PDA gerapporteerd. Het team waar het gesprek gevoerd heeft, kan dit dus nu gaan gebruiken voor een verbeterplan. Het heeft dus het gratis cadeautje gekregen dat ze beter op PDA's zouden mogen rapporteren. Maar dat kan dus ook iedereen van elkaar zien. En dat is één onderdeel van de informatie die we willen ophalen voor het team om een verbeterplan te maken. Het tweede wat we doen, we gaan ook tevredenheid ophalen, 3 keer per jaar. Dus elke reisdoel apart doen wij een tevredenheidsonderzoek, noemt hij even. Ja, daar is hij. Dus we vragen heel gericht aan de cliënten die het kunnen, hè, want niet alle cliënten kunnen natuurlijk zelf met de computer omgaan, maar dat is allemaal via de mail en via de computer. Maar alle mantelzorgers en alle vrijwilligers krijgen dan via de mail een uitnodiging om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. En u ziet hier, we gebruiken de e-check zoals dit is. Dus de e-check gebruiken wij voor iets meer dan alleen een kompas. Hè, ook voor COVID hebben we een aantal vragen gedaan. Maar je ziet hier diverse onderzoeken. Nou, bijvoorbeeld vragenlijst welbevinden. Afgelopen jaar hebben we die in januari dus gestuurd. Moeten we even open. En dan zie je bijvoorbeeld hier dat in 2020 hebben wij bijna 2400 mails weggedaan. Voor mensen, dus en cliënten en vrijwilligers en mantelzorgers met de vraag om de enquête in te vullen. En toen hebben we in januari de bijna 600 mensen dit ingevuld. Dus dat is, zoals u ziet, best een hoge respons als je vergelijkt met de respons die we spontaan krijgen op zorgkaart Nederland.nl.
Die respons, wat vragen we? We vragen heel simpel. We vragen 4 dingen aan de mensen. Dus we vragen ook geen grote enquêtes. We vragen, we geven een korte omschrijving van het reisdoel. Dat zit verwerkt in de vragenlijst. Dan vragen we, geeft u ons dus een punt? Zou u ons kunnen scoren? Een score van 1 tot 10. Dan vragen we, als u kijkt naar dit reisdoel, naar deze beschrijving. Wat vindt u dat er goed gaat op afdeling waar u verwant woont? Of waar u zelf woont of waar u vrijwilligerswerk doet? Dan vervolgens vragen we, dat weten we dan, wat zou er eventueel beter kunnen? Hè? Sorry, de tips en de tops. En we vragen de aanbevelingsvraag. Zoals alle verpleeghuizen in Nederland dat doen, vragen wij die hier ook. Omdat we hiermee uiteindelijk van de verplichte zorgkaart Nederland af willen komen. Om te laten zien dat onze eigen respons hoger en er meer toe doet eigenlijk. En we vragen dan zeker van, zou u ons als het nodig is aanbevelen bij anderen? U ziet er 600 respondenten. En als we dan terug gaan naar het teamportaal. Want uiteindelijk doet het onderzoek bij 2 weken via de mail. Maar dan geven wij ook nog 2 weken de teams de mogelijkheid. Want er zijn dus ook, zoals ik net zei, cliënten die dat niet zelf in kunnen vullen. Geven wij teams ook altijd de mogelijkheid om door middel van invullen. Hè, dus een mooie e-taskformulier. Om zelf in gesprek te gaan of hoeft iemand van het team aan te wijzen die met alle cliënten in gesprek gaat. En als je op deze knop drukt, kom je op dezelfde enquête als dat de mensen thuis ook ontvangen. Dus zo kun je ook nog zelf je respons wat verhogen en cliënten de gelegenheid geven om het in te vullen. Nou, dan 2 weken die informatie verzameld. En dan maken we daar een mooi rapportje van. En dat rapportje plaatsen we dan vervolgens hier op de teamportaal. Dus ook hier hoeven mensen niet naar te zoeken. Als een team een respons wil weten, klikken ze op welbevinden 2020 bijvoorbeeld. En dan zien we hier een rapport van, in dit geval Berkhof 1, omdat ik mezelf even aan team Berkhof heb gekoppeld. Maar op het moment dat ik een medewerker die inlogt, wordt automatisch gekoppeld aan zijn eigen team en ziet dan ook het rapport van zijn eigen team. Hier bijvoorbeeld Berkhof 1. Een aantal mensen hebben zijn 9 cliënten. 4 mensen hier hebben het 1 cliënt ingevuld, 3 mantelzorgers en 3 vrijwilligers hebben het ingevuld. Niet een gemiddelde cijfer, dus een score en een aanbeveling. Op zich zijn cijfers wel momentopnames, maar we vinden het toch leuk dat mensen bewust bewezen zijn om te scoren. En hier gaat het dan vooral om, met een 1-op-1 respons doen wij het rapport opnemen. Of de respons nou zo doet of niet, want wij kunnen wel willen dat mensen over welbevinden iets zeggen. Maar het kan van alles op dat moment spelen. Dus mensen mogen invullen wat ze willen. We proberen ze te helpen, maar je ziet dat gebeurt niet altijd. Maar hier, de teams kunnen dit dus gebruiken als inspiratie ook weer. Of als gesprek voor hun verbeterplannen. En, en hoe meer respons je hebt, hoe langer dit is, hoe meer inspiratie je eigenlijk hebt. Even terug naar het teamportaal weer. Ja. Want dan zijn ze eigenlijk alweer een maand verder. Ze hebben een teambespreking gehad als het goed is. Ze hebben gesprekken met familie gehad links en rechts. Ze hebben het er samen over gehad. En uiteindelijk komen ze dan dat ze een verbeterplan hebben. Nou, dat kan ook bijna niet simpeler. Dit is een bestaande knop in de e-progress suite. Heet invullen. Die gebruiken wij voor alle formulieren die ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld de griepprik en de AR-meldingen. Dat soort dingen. Maar we hebben ook een mooi verdeling van het kompas. En deze knop die leidt de mensen naar het verbeterplan voor het kwaliteitskompas. Dus de aandachtsvelder kwaliteit heeft al die gegevens verzameld. Druk vervolgens op deze knop. En komt dan in het verbeterformulier. Dat ziet er ietsjes anders uit als je als aandachtsvelder inlogt. Maar dat komt omdat ik iets meer rechten heb, dat kan ik toelichten. Maar normaliter, de naam van de medewerker die ingelogd is, staat hier dus in. Dat is nou mijn naam. Maar dat is dan een andere naam van de medewerker zelf. Het team is ook al voorgedrukt. Maar omdat ik recht heb voor alle teams, kan ik hier kiezen. Maar normaal is hier het team al ingevuld. Hoeft team niks aan te doen. Dan ga je verder. De e-mailadres is ingevuld. En dan ga je dus invullen. Nou, wat gaan we nou doen? Voor welk reisdoel ga je een plan invullen? Dus dit formulier staat altijd open. Dus je kunt altijd op elk moment een reisdoel kiezen. Alleen 3 keer per jaar zeg ik al zetten wij de schijnwerper erop. Dus nu bijvoorbeeld in september zou ik kiezen woon-leefplezier. Want nu zetten wij 3 maanden of 4 maanden eigenlijk de schijnwerper op woon-leefplezier. Klik je woon-leefplezier aan. Hier ziet u dat we altijd terugkijken een jaar terug. Kijk even naar je vorige plannen. Wat heeft die opgeleverd voor de cliënt? Kun je hier rustig invullen. Kunt zoveel tekst invoeren als je wilt.
En dan gaan we, vooruit kijken. En daar noemen wij de vier W's. Oftewel, wat ga je verbeteren? Dat is echt je doelstelling. Dus wat levert het op voor de cliënt? Heel concreet. Op welke wijze ga je het aanpakken? Dat is de tweede W. En dat is eigenlijk vertaald je acties. Heel concreet, actie. Dit gaan we doen om dat te bereiken. Kun je allemaal teksten zetten. En dan vragen we altijd, en dat is altijd spannend, omdat dat vaak vergeten wordt in een verbetercyclus. Wanneer ga je dit nou evalueren? Daar mag je een jaar over doen. En alles eerder is ook goed. Maar het team zelf is eigenaar en verantwoordelijk. Dus die bepaalt de evaluatiedatum. En dat is heel simpel. Dat is gewoon een inklikveld. Kun je gewoon een datum in klikken. En hier, dat zie ik nou niet. Maar hier staat dus nog een veldje. Hier kun je dus een team, een medewerker aan klikken. Dus degene die het formulier invult, kan iemand anders aanwijzen. Die zegt, nou dit verbeterplan hoort echt bij jou. Dus ik zou fijn vinden als jij voor ons team dit verbeterplan nou eens in de gaten houdt. Of we er ook wel mee naar gang gaan. Daar af en toe kritische vragen over stelt. En uiteindelijk ook de evaluatie voor gaan doen. Want daar is dit voor bedoeld. En uiteindelijk als dat ingevuld is, is het plan alweer gereed. Nou, er is hier een hele mooie functie die je in kunt stellen. Dat is upload bestanden. Soms zijn er bijvoorbeeld, we hebben wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld een leerling was, die een heel mooi verbeterplan moest maken voor school. Dat natuurlijk een heel mooi format voor had, maar vervolgens het hier niet kwijt zou kunnen. Dan hebben we gezegd, nee, als je een heel mooi format al hebt, of je hebt zelf een ander format, dan vul je hier gewoon in, zie plan, zie upload plan. En dan kun je hier je eigen plan ook nog uploaden, of foto's, of wat dan ook, of filmpjes. In principe kun je alles hier uploaden om het nog meer te verduidelijken. Uiteindelijk ben je klaar en dan druk je op. Dat is niet goed te zien, misschien op voltooien. En dan is het plan opgeslagen in het systeem. Kun je het altijd terugvinden. Ik kan het nu niet opslaan natuurlijk, omdat ik niks ingevuld heb. Dus ik ga nu eventjes eruit. En dan ben je klaar, dan kom je weer terug hier. En als je dan later denkt, god, wat voor plan hadden we ook alweer? Dan ga je gewoon naar het onderwerp meldingen. Want een plan is een melding, dat is een niet-melding bijvoorbeeld. Is een verbeterplan ook een melding? En dan kom je in een algemeen scherm. Bij mij staat die standaard op verbeterplannen. Dan komen alle plannen naar voorschijn. En ziet hier, we zijn vorig jaar begonnen. We hebben nu inmiddels bijna 400 plannen van alle teams die we hebben erin zitten. En hier links, dat kun je allemaal op maat instellen zelf, bij mijn filters. Maar ik heb hier bijvoorbeeld heel veel filters staan. Dus echt heel veel, omdat ik per locatie kan kijken. Dus ik kan kijken voor per locatie hoeveel verbeterplannen er zijn. Maar ik kan ook kijken per reisdoel. Dus een verzameling van alle locaties voor dat reisdoel. Maar je kunt ook verkiezen om gewoon bij verbeterplannen waar ik nu zit, en dan hierboven dingen te filteren. Hè, bijvoorbeeld op organisatieeenheid kun je filteren. Je kunt op reisdoel filteren. Je kunt alles filteren wat je maar wil om naar het goede plan te komen. Dus als ik zeg van bijvoorbeeld, nou, doe maar even iets. Even bijvoorbeeld van levensplein. Dat is een afdeling levensplein bij Archipel. Dan kan ik dus als aandachtvelde kwaliteit meteen zien, dit zijn de plannen die we tot nu toe ingediend hebben. En hoe ziet dan zo'n plan eruit? Dan druk je op zo'n plan, kun je wel aanklikken allemaal. En dan kom je meteen eigenlijk op de website of op de pagina van het plan. En dit is een mooi plan, hier zie je meteen de workflow van dit plan. Het is een hele simpele workflow. We hadden het eerst nog simpeler gemaakt, want eerst hadden we een team die het plan in, die is eigenaar van dit plan. Die gaat het vervolgens uitvoeren, die gaat het evalueren en als het geëvalueerd is, is het klaar. Zo zijn we eigenlijk gestart. Maar heel snel kregen we vanuit de klankbordgroep en andere signalen uit de organisatie, dat teams toch misten dat er iemand meekeek en aangaf van, doen we het wel goed, klopt het plan, is het wel iets? Toen hebben we besloten om er een inhoudelijke beoordeling tussen te zetten. En dat is nog niet zozeer een beoordeling van heel goed of heel fout, of je krijgt er een cijfer voor. Maar ik als coördinator krijg gewoon de plannen binnen en ik kijk even met de teams mee of ze bij het reisdoel passen, of het terug te vinden is, of het helder is wat de cliënt oplevert, of wat de acties wat concreet zijn. Meer niet. We gaan er geen grotere hogere wiskunde van maken. Het is een plan van het team dat dicht bij de cliënt ontstaan is en daar hoort het te blijven. Deze stap hebben we dus op basis van de vraag van de locaties ingevuld. Dus hoe het nu loopt is het team vult de plannen. Dan gaat hij naar mij. Ik krijg daar echt een melding van. Ik krijg een mail in mijn mailbox met een link. En als ik op die link klik, ga ik rechtstreeks naar het formulier van het team. En dan kan ik lezen en dan kan ik daar in dat formulier mijn inhoudelijke beoordeling intypen. Vervolgens doe ik een opslaan. Het team krijgt het signaal dat het beoordeeld is. Als het gewoon goed is,
gaat de status van het plan naar uitvoeren. En daar blijft het staan, net zolang dat het team het uitgevoerd en met uitvoeren bezig is. En het team heeft, zoals u net al zag, een evaluatiedatum ingeklikt. Dus op het moment van de evaluatiedatum krijgt degene die het zou bewaken, hè, dat ik net al wat liet zien, krijgt een mail met de link en de vraag van, god, u bent uitgenodigd om te evalueren voor dit plan. Verspreek het in je team en vul hier de evaluatie in. En vervolgens vult u de evaluatie in en op dat moment is het plan afgehandeld. Is het klaar. Maar het plan blijft wel altijd toegankelijk en te lezen voor het team. Overigens voor alle medewerkers van Archipel kunnen hierin, alle plannen. En hoe ziet het dan in de praktijk eruit? Bij het tabblad formulieren kun je alle plannen, alle formulieren die bij dit plan horen, terugzien. Zo zie je het ingediende plan, hè, door wie. En, hier kun je ook zien dat we het vorig jaar teruggekeken. Dit hebben we vorig jaar gedaan. Dit gaan we nu doen. Ja, we gaan niet inhoudelijk allemaal lezen, het hoeft helemaal niet. Dit gaan we zo aanpakken. We gaan dan evalueren en zij gaat het in de gaten houden. Ik heb daar vervolgens een korte feedback op gegeven. En toen heb ik het plan goedgekeurd. En vervolgens zijn ze aan de gang gegaan. En dan zie je helemaal onderaan, zie je nog dat ze tevreden zijn. Er is een meer eerdere dankbesteding, zodat mensen direct aan de slag kunnen met binnenkomst. Dus dit is wat het meteen opgeleverd heeft, kun je ook zien. Even terug naar het begin weer. En iedere keer als je op home drukt, kom je weer automatisch terug op je eigen teamportaal, waar je weer gewoon je cyclus kunt starten en je alles weer kunt vinden. Dan ga ik even terug naar de presentatie. Want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk heel veel is. Hè? Ik klik en het is voor mij heel makkelijk en ik werk er al 2 jaar mee. Dus het is ook altijd een beetje zoeken geweest. Maar uiteindelijk als je het in de vingers hebt, werkt het echt heel prettig. Het is heel logisch als je de logica snapt van een teamportaal waar je start en op weer terugkomt. Dat je met vragenlijsten, met e-check, met de taakschema's, met de e-task formulieren. Kun je eigenlijk variëren zoveel als je wil. En dat heeft eigenlijk, dat staat natuurlijk helemaal los van zorg. Kijk, ik ben van de zorgorganisatie, maar je kunt het denk ik voor alle onderzoeken of formulieren wel gebruiken, wat ik verbetercyclus zelfs. Nou, als ik naar het terugkijk, de afgelopen 2 jaar heb ik wel wat tips, denk ik. Wat belangrijk is, is heldere communicatie. En in die communicatie het vertalen naar de medewerkers. Kijk, een organisatie dus Archipel, waar het eigenaarschap dicht bij die medewerkers ligt, moet je ook de taal gebruiken die de medewerkers snappen. Dus niet met hele grote beleidsstukken aankomen, maar gewoon vertaal het naar de medewerker toe. Dan creëer je automatisch draagvlak. En als mensen het snappen en weten wat de zin ervan is en hoe ze zich ondersteund voelen, gaan ze ermee aan de slag. Dat hebben we ook echt wel gezien. Belangrijk is ook om die informatie op te halen bij die medewerker. Dus ga het niet allemaal brengen, maar ga in gesprek. Dus we hebben ook echt een klankbordgroep, een brede klankbordgroep, door heel de organisatie dwarsdoorsneden, waar we een aantal keer per jaar mee samen zitten. Waar we samen kijken, wat loopt het nog? Zijn er dingen, zijn er wensen, zijn er eisen zelfs, waarmee we het nog beter kunnen doen, waarbij het systeem jullie nog beter kan helpen bij jullie leren en verbeteren proces. We gaan ook 4, 3 keer per jaar, in die eerste informatiemaand, gaan we ook naar de locaties toe. Gaan we ook in gesprek met alle aandachtsvelders kwaliteit. En dan gaan we ook stimuleren dat die aandachtsvelders hun plannen met elkaar delen. En dus los van het systeem, dat we ook het leren en verbeteren in de praktijk met elkaar doen. Daar gebruiken we het systeem voor, dan zetten we het open op het scherm, zodat elk teamlid of elke aandachtsveld elkaars plannen nog eens kan lezen en kan bevragen erop of toe kan lichten. Nou, wat echt heel belangrijk is een goede infrastructuur. Dus je moet echt, het netwerk moet goed zijn, je moet ook applicaties hebben, maar je moet ook gewoon devices hebben. We hebben Chromebooks en tablets, dat moet je wel allemaal goed hebben. Als medewerkers dan aan moeten zoeken of het werkt allemaal niet, dat is dat niet het eerste. Het kwaliteitssysteem is nooit het eerste bij medewerkers. Dus dan moet je ze echt goed ondersteunen. Maar ook een hele goede applicatie ondersteuning. Ik heb een paar keer al aandachtsvelders kwaliteit genoemd. De praktijk is natuurlijk zo dat aandachtsvelders wel eens wisselen. We hebben in de zorg, zeker in de zorg, een groot verloop van medewerkers. Dus dat wisselt nog alles. Dan moet je ook zorgen dat je aan de achterkant zorgt dat de mensen in de juiste plek komen in het systeem met de juiste rechten. Daar heb je gewoon een goede applicatiebeheer voor nodig. En dan moet je ook echt, ik heb een expres co-creatie erbij gezet. Het is niet zo van, hun doen de knoppen en wij doen de inhoud. Nee, je moet elkaar begrijpen. Dus als de mensen van de knoppen de inhoud goed begrijpt, dan weten ze ook welke knoppen ze moeten drukken. En dat hebben we in het begin, was het even naast elkaar. Langzaam zeker zijn we gaan co-creëren. En dan zien we dat het wat meer oplevert.
Ja, dit is wel een mooie en open deur misschien, maar een lange adem. Het systeem is geduldig, we kunnen alles aanpassen. We zijn voortdurend bezig met onderhoud daarvan en weer nieuwe dingen aanpassen. Maar de praktijk is gewoon een lange adem nodig. En mensen nodig die daar voortdurend anderen enthousiasmeren en het hele leren en verbeteren onder de aandacht brengen. En wat wij heel erg prettig ervaren hebben als karttrekkers eigenlijk van dit kwaliteitssysteem van Archipel, is dat wij een intensieve samenwerking zijn aangegaan met Infoland. Dus het is niet, we hebben een product gekocht en daar doen we het mee. Nee, de consultant komt regelmatig naar ons toe, regelmatig een paar uurtjes sparren van welke mogelijkheden zijn er, welke vragen hebben wij, zou het mogelijkheid zijn dat, waardoor er ook soms dingen op de ontwikkelagenda van Infoland komen, waardoor het nog meer past bij de dagelijkse praktijk. En daarmee is denk ik een eind gekomen aan mijn verhaal. Het is, begrijp ik altijd heel veel. Ik kan zelf niet zien hoeveel vragen er zijn, dus ik hoor dadelijk wel welke vragen er waren. Ik hoop dat het interessant was. Mochten er vragen zijn, kunnen ze gesteld worden. En anders kan ik ze altijd nog in de community via Infoland beantwoorden. We gaan nu naar dit onderwerp en dan geef ik even het woord terug aan Bart. Ja, dankjewel Frank voor dit uiterst interessante verhaal. Ik denk dat je het heel duidelijk verteld hebt. Maar dat niet alleen, ik wil je ook feliciteren met het resultaat. Want als ik zie dat er 3 keer per jaar 600 enquêtes worden ingevuld en het in 2 jaar leidt tot 400 verbeterplannen op teamniveau, dan kan het niet anders zijn dat jij het met jouw collega's voor elkaar hebt gekregen om dit systeem daadwerkelijk tot op teamniveau te implementeren. Dat is beslist niet eenvoudig. Er zijn diverse vragen. Ik ga er een paar uitpikken om je voor te leggen. Niet allemaal, dat zou te veel zijn, maar een 3-4-tal wil ik je even voorleggen. Alle andere vragen zullen we inderdaad op de community nog beantwoorden. De heer of mevrouw Van Nijnsel heeft als eerste de vraag, hebben jullie ook KPI's geformuleerd per doel? Hè? Je hebt mooi verteld over de 3 reisdoelen. En wie bepaalt deze KPI? Kan je daar iets van op zeggen, Frank? Ja, nee. We hebben geen KPI's vastgelegd. De reisdoelen zijn natuurlijk een vertaling van het kwaliteitskader. Dat is eigenlijk 1 grote KPI. Bij onze visie op organiseren is dat de verantwoordelijkheid en de eigenaarschap liggen bij de teams. Zij maken afspraken met de cliënten van die groep, van dat huishouden of van dat gezin, hoe zij kwaliteit zien en hoe zij dat vormgeven. De eerste echte harde KPI, dat is echt heel simpel, is dat wij eisen dat elk team per reisdoel 1 plan indient. Ja, helder, dankjewel voor dit antwoord. De tweede vraag van Michelle Verhof van het Maastricht Ziekenhuis is ook een interessante, denk ik. Ik je wil voorleggen is, hoe combineer je deze cyclus met jaarplannen, begrotingen en dergelijke? Nou, ook daar is bij Archipel wel een verandering in gekomen. Want inderdaad, de grote begrotingen van het bestuur, hè, want we hebben natuurlijk, zoals ik al zei, geen gelaagdheid meer aan de organisatie. Dus er wordt maar eigenlijk op 1 plek een grote begroting gemaakt. Was er eigenlijk geen koppeling naar de verbeterplannen van de teams. Dus als er uit de teams 10 plannen zaken kwamen voor de begroting, kwamen die altijd erachteraan. Of te laat, of te vroeg, dat komt nooit uit natuurlijk. Nu hebben we, en dat heb ik niet helemaal laten zien natuurlijk, dat de webinar daar niet over ging, maar we hebben ook de leren- en verbetercyclus met de kompasgedachte, met het kwaliteitssysteem zoals kompas, hebben we toegepast op strategische thema's. En dat betekent dat wij ook 3 keer per jaar de strategische doelen hiermee evalueren en ook onze begroting 3 keer per jaar daarop aanpassen. Dus we hebben eigenlijk een hele fluïde of hele vloeibare begroting en dat geeft meteen ruimte dat er dus een koppeling komt tussen de 10 plannen en de begroting, dat er 3 keer per jaar mogelijkheid is om daarop in te grijpen. Oké, heel mooi, helder. Dan nog ook een interessante vraag vind ik zelf van Marjolein Holterman. Wat gebeurt er als er uit de evaluatie van de verbeterplan op teamniveau blijkt dat het resultaat niet behaald is? Ja, dat is een goede vraag.
daar gebeurt er eigenlijk niks. Dat is eigenlijk natuurlijk heel boos om te zeggen. Maar het gaat om de basis dat wij echt vanuit visie vinden dat de verantwoordelijkheid daarvan bij het team samen met de cliëntengroep ligt. Dus wij gaan, ik zie het wel, ik kan het zien, ik krijg ook wel eens meldingen. Maar waar je geneigd bent om dan te denken, ik moet naar het team toe, want ze hebben een evaluatie niet goed ingevuld of te laat ingevuld of niet inhoudelijk genoeg. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de kwaliteit, het leren en verbeteren vindt op die afdeling plaats. Dus uiteindelijk zullen zij verantwoording af moeten leggen. En wat we wel doen, en dat is natuurlijk, daarom zei ik niks met een lach erbij. Twee keer per jaar verantwoordt het team zich naar de raad van bestuur. Dus de raad van bestuur, die hebben een aantal teams verdeeld. En die hebben dan twee keer per jaar een evaluatiegesprek met de teams. En op basis van de gegevens in het kwaliteitssysteem, dus in het kompas, zullen ze zich moeten verantwoorden. Dan zullen ze ook moeten verantwoorden waarom ze wel of niet een evaluatie goed gedaan hebben. En dan kunnen ze opnieuw weer een nieuwe afspraak over maken. Maar in de basis begint het dus dat die verantwoording voor het hele PDCA-cyclus bij dat team ligt. En dat we niet vanuit controle daar bovenop gaan zitten. Ja, ook een heel helder antwoord. Ik zal nog één vraag doen voordat we gaan afronden. Die is ook van Nijnsel. Je hebt er wel iets van gezegd, maar een kwaliteitskompas. Het kwaliteitskompas is tevens het kwaliteitsverslag. Hè. We moeten vaak ook heel veel verslagen doen en verantwoorden. En de vraag hier is ook waar en hoe verantwoord je dit dan? Dus wat is dat? Ja, die. Ja, duidelijk. Niet klopt. Ja, dat is ook wel een standpunt of een keuze die we gemaakt hebben. Want in het kwaliteitskader dan staat inderdaad de eis dat je elk jaar een kwaliteitsplan maakt en een kwaliteitsverslag schrijft. Ook die ervaring hebben jullie vast allemaal. Dat zijn lijvige documenten die dan, als je die hebt, kun je afvinken dat je het gedaan hebt. Maar de vraag is in een zelfstuurorganisatie of die dan ook echt van de teams zijn. Waar wij van overtuigd zijn, is dat de kwaliteit ontstaat daar bij de cliënt. Dus daar maken ze de plannen en daar ligt ook de verantwoording. Dus wat wij gezegd hebben met de IGJ ook, en waar wij ook in jaarlijks gesprek met het zorgkantoor over hebben, is dat de opstapeling van de teamplannen, we hebben 100 teams, 80 teams, de opstapeling van die plannen geven een weergave van het kwaliteitsplan van Archipel. Daarnaast hebben we natuurlijk de strategische plannen, de jaarplannen van vakgroepen of van dienstenbehandeling, die koppelen we daaraan, die publiceren we. En we publiceren de vaste gegevens, die verplicht werd. Personeelsgegevens, doorstroom, instroom, uitstroom. En dat samen projecteren we op onze website, heel open en transparant, waar iedereen ook aan kan klikken. En je kunt letterlijk vanuit de website de teamplannen van elk team bekijken. En zo verantwoorden wij ons. En tot nu toe is dat denk ik ook steeds een goed gesprek met het zorgkantoor hierover. Oké, ja, heel goed Frank. Ik zei nu de laatste vraag, maar het barst nu bijna los met de vragen. Dus het gaat kennelijk aan. Dus ik ga er nog één stellen, omdat ik die zelf ook heel interessant vind van Arjan Onnink. Maar we zullen nogmaals ook antwoorden gaan leveren na dit webinar op onze community. Die vraagt eigenlijk in twee vragen die ik allebei nog even echt ter afsluiting nu zou willen voorleggen. Is hoe wordt het door de medewerkers ervaren zelf? Wat levert het op? Ja. En een beetje in het verlengde daarvan, hoe werkbaar is het om zoveel verbeterplannen te hebben? Ja, vraag 1. Hoe wordt het ervaren door de medewerkers volgens mij? Hè? Ja. Oh, heel wisselend, heel wisselend. Even terug naar het begin. Toen wij nog Prezo verbeter- en borgingsplannen schreven, was er heel weinig betrokkenheid van de medewerkers erbij. Dat was vooral de managementlagen en de beleidsondersteuning die ermee bezig waren. Daar waren we heel trots en hadden we heel mooie vinkjes gehaald en kregen we een gouden keurmerk. Maar we konden eigenlijk niet goed verantwoorden of die kwaliteit in die echte praktijk niet steeds verbeterde. Wat we nu zien is dat we een systeem hebben waardoor wat medewerkers de ruimte geeft om zelf plannen te maken. En daar ook trots op te zijn. Hoe wordt het ervaren? Het ene team is daar heel goed mee bezig. Dat is de praktijk. We hebben teams die daar iets oppakken, die de cyclus steeds volmaken, die elke vier maanden een mooi plan schrijven, overleg met hun cliënten of mantelzorg of vrijwilligers. En we hebben teams die daar heel weinig mee doen. Die het nog echt ervaren als het moet er ook wel weer bij. De kwaliteit invullen, kwaliteit heb ik geen tijd voor. En daar zit heel veel tussen. Maar dat vraagt voortdurend coaching, bijvoorbeeld per team, met de teamcoaches, die zijn er steeds mee bezig. Ook wij als experts kunnen ingeroepen worden.
En niet om ze te overtuigen, maar om ze te helpen te inzien dat het systeem hen ondersteunt. En dat kwaliteit eigenlijk geïntegreerd is in je dagelijkse praktijk. Maar samenvattend, van weerstand tot heel enthousiast. Heel wisselend. Dan is die tweede vraag, ben ik eventjes kwijt, merk ik. Ja, ik kan me die vraag ook wel voorstellen. Ik benoemde net, ik feliciteerde je met het aantal verbeterplannen. Ja. Hier wordt de vraag eigenlijk gesteld, maar hoe werkbaar is het om er zoveel te hebben? Ja, werkbaar voor wie, hè? Op zich gaat het om het verbeterplan van het team met zijn cliëntengroep. Hè, van dat huishouden, van dat gezin. Dus het zijn er al 400, maar als je kijkt naar hoeveel teams we hebben, kun je ze mooi verdelen dat je dus elke 4 maanden 1 per team ongeveer hebt. En dan valt eigenlijk hoeveelheid weer mee. Kijk, de volgende stap die wij nog aan het zetten zijn, dat is misschien wel een goede doorkijk. Wat ik net zei is dat wij dus 3 keer per jaar naar die locaties gaan om dat locatieleren te stimuleren. Dat we uiteindelijk uit die verzameling van die teamplannen ook locatieplannen gaan krijgen. En die locatieplannen zijn dan weer wat overstijgend voor een hele locatie. En dan krijg je ook dat het wat waarschijnlijk voor een hele locatie overzichtelijk wordt. Maar per team valt het eigenlijk wel mee, denk ik. Oké, Frank, goed, helder. Kun jij de laatste sheet opzetten? Dan ga ik bij deze afronden. Wil ik iedereen die deze webinar heeft gevolgd hartelijk bedanken voor de belangstelling. Persoonlijk denk ik dat het een heel interessante webinar is geweest. Ik verwijs u even naar onze community, waar dus dit webinar in de loop van begin volgende week waarschijnlijk ook terug te zien is. En waar ook de antwoorden op alle overige vragen en de vragen die hier gesteld zijn terug te vinden zijn. Mocht u nog andere vragen hebben of aanvullende vragen, kunt u ook die rechtstreeks aan mij stellen. Dus meerdere wegen die naar Rome leiden. Frank, ontzettend bedankt voor dit webinar. Goed gedaan. En hopelijk voor alle belangstellenden tot een volgende keer. Dank jullie wel.